In 2018 verkochten Liesel en Reijer Lafeber hun 10 goedlopende optiekzaken om zich te richten op een nieuwe winkel. Hier in stadscentrum Leidse Rijn in Utrecht. En het is niet zomaar een winkel, het is veel meer dan dat. Reijer, een optiek en een sociëteit. Wat is het unieke van dit concept? Ja, het unieke is eigenlijk dat het gewoon niet bestaat. En dat komt omdat ik een bepaald idee heb over optiek. Ik heb in het verleden 15 winkels gehad, eigenlijk in het midden-hoogsegment. En wat je ziet is dat je met meerdere winkels geen boodschap kunt uitdragen. Het oog is een prachtig orgaan en dat verdient eigenlijk ook het hoogste niveau. En wat we eigenlijk de afgelopen jaren zien is dat die optiek toch een beetje is weggezakt. Het mag niks kosten. Het moet allemaal snel en goedkoop. Dus kwaliteit wordt gebagatelliseerd. En dat vind ik zo zonde. Wat voor setting heb je hier dan willen creëren? Nou, wij willen een setting creëren waarbij onze klanten, de mensen die echt houden van mooie dingen, dat we die bij elkaar brengen. Dus eigenlijk als een soort het creëren van een community op het gebied van de oogzorg, van de oogmode. Is dat wat je ook bedoelt met sociëteit? Ja, dat is eigenlijk wat ik bedoel met de sociëteit. En een beleving eigenlijk? Ja, het is een pure beleving. En dat hebben wij heel duidelijk de keuze gemaakt om alle mooiste producten die te verkrijgen zijn in de optiek, om die bij elkaar te brengen in de sociëteit. Hoe werkt dit precies? Dit is eigenlijk wel iets voor de toekomst. 3D geprinte brillen. Je hebt echt een minimale verspilling van materiaal, hè. Dus in het kader van duurzaamheid. Maar daarnaast eigenlijk ook qua pasvorm. He, we hebben een aantal pasmodellen. Dus bijvoorbeeld zegt, nou, ik vind dit model mooi. Ik vind het een mooie bril. We maken een scan van het hoofd en van het gezicht, van de neus, van de hoogte van de oren. En dan wordt de bril helemaal voor jou op maat gemaakt. Een bril kan natuurlijk heel veel zeggen over wie iemand is als persoon, hè, of het type montuur. Maar hoe bepaal je nou welke bril bij welke persoon past qua gezicht? Ja, ik heb daar altijd een ontzettend uitgesproken mening over. Want je ziet iemand binnenkomen en je denkt van, oh ja, het is zo'n type persoon en die bril zou helemaal perfect zijn. Soms wil mensen gewoon iets heel neutraals, iets wat gewoon echt voor hun gevoel heel erg bij hun passen. Maar dat is vaak een niet opvallende bril. Dat kan. Maar hoe mooi is het dan als je bijvoorbeeld ook een bril hebt waarbij je karakter juist versterkt worden en waarbij het echt een accessoire wordt. Het is niet alleen maar functioneel, het is ook bijna een sieraad. Ik heb een aantal selecties gemaakt. De zonnebril is van Dita. Dita is een merk die wordt in Los Angeles ontworpen, maar in Japan met de hand gemaakt. Hele mooie, fijne metaalwerk. Dus als je hier kijkt naar hoe mooi dit eruit ziet. Ja. En de neusvleugeltjes. Mooi, zal ik hem eens even opzetten? Dit is echt een bril waar je jezelf mee laat zien. Ja. Dit heet ook de Nightbird. Oh. Oh, dit is wel een heel mooi, ja. Opvallend, maar ja. Wel ja. Met klasse. Ja, absoluut. Liesel, jullie zijn ook aanwezig op Masters of Luxury dit jaar. Hoe gaat jullie stand eruit zien? Wat we gaan doen is de sociëteit, zoals je die hier ziet, hebben we dan in het mini eigenlijk, zetten we daar neer. Dus het gevoel die je hier hebt, die gaan we daar ook neerzetten. Ik neem een aantal hele mooie merken mee, zoals Dita, de mooie bril die ik je net liet zien. Cartier gaat mee, Chanel gaat mee, echte gouden brillen. En wat ik ontzettend leuk vind, en dat verwacht je gewoon niet bij een brillenwinkel, is dat wij niche parfums hebben. En wat is een niche parfum? Dat is gewoon een geurtje die heel geconcentreerd is. Hele pure ingrediënten die gebruikt worden. En niemand ruikt zoals jij. Nou, dit valt natuurlijk meteen op. Dat is schitterend, hè? Dit komt uit Californië, House of Silage. En dit is met echte Swarovski-kristallen. Een pure niche parfum en gewoon zo mooi. Hoe zou je deze geur omschrijven? Deze geur is gewoon een heel diepe geur. Nou, en dan zit je over de zee te kijken en het is een prachtige zonsondergang. Je maakt je op voor de avond en je denkt van, oh, ik heb echt zin in een glas champagne. Heb je zin in een glas champagne? Ik heb wel zin in een glas champagne. Lekker, ja. Ik proost op de Masters of Luxury. Nou, op de Masters of Luxury. Ontzettend leuk, ja.